We gaan nu proberen om ook, dat als je erop geklikt, niet alleen maar die inhoud hier te krijgen, maar ook nog dat er een modaal wordt gemaakt. Dan heb je natuurlijk een element die we gaan creëren en dat kunnen we mooi met JavaScript doen. Die mogelijkheid bestaat er. We noemen dat de DOM-manipulatie. Deze functie die gaan we dus uitbreiden. Console.log, daar kunnen we mooi als developer naar kijken, voorlopig. Maar het heeft zet natuurlijk qua effecten nog niet zoveel zoden aan de dijk. Daarvoor gaan we nu iets anders doen. We gaan namelijk een variabele maken. Ik kan hem eventjes zeggen modal of zo, of mod. He, dus dat moeten we dan eventjes neerzetten. Maak eventjes een let van, let modal is. En in die variabele maak ik een element. En dat is dus een document. Dot create element. En dan kan ik vertellen wat voor type element is. Wat voor een HTML element is. In ons geval is dat een div. Die div die moet ik dan ook een class geven. En dat kan ik dan mooi doen. Dan kan ik vervolgens een beetje stijlen. Dus modaal, dat is de variabele punt class name. En dat is dus in feite voor de class. En die zeg ik eerst, noem ik maar eventjes modaal. Dat is niet de variabele modaal. Dat moet eventjes verwarrend zijn. Dus moet er zo'n string neergezet worden. Dan komt daar het modaal class. En als dat gemaakt is, dan moeten we hem vervolgens aan een plekje in onze DOM toevoegen. En we doen dat gewoon eigenlijk onderaan de body. Dus dan zeggen we document.body. Dan hebben we die te pakken. Punt append. Toevoegen. En dan onze variabele. Dus niet die naam, maar deze. Modaal. Nou. Daar kunnen we natuurlijk, als we dat doen, natuurlijk, dat kunnen we wel checken. Dat gaan we maar doen ook eigenlijk. Ja, dus ik heb hier opgeslagen. En we pakken hier dan toch maar eventjes de elementen weer terug. En hier zitten we dan met de console. Als ik nu dus klik op deze veel Fashion for Good museum, dan weten we dus dat die wordt toegevoegd. Maar er wordt ook een modaal toegevoegd. Nou, dan gaan we kijken of dat zo is. Hier hebben we dus nu op dit moment een div modaal. Je ziet er verder natuurlijk helemaal niks van hier zo. Maar hij is wel toegevoegd. Hij zit zelfs onder de script tag op dit moment. Oké, nou dan gaan we daar wat zichtbaarheid aan geven. Dat kunnen we doen met CSS. Dus als ik dus nog even ververs de pagina. En dan is die weer weg. Hij is helemaal leeg hier zo. Zie die script tag. En klik je ergens op zo'n ding. Dan komt er een divje bij. Hieronder en er zit straks een div die we erin kunnen knallen. Dat doen we daarna nog wel eventjes. Maar we gaan eerst even met de CSS hem even opmaken. Dus we hebben een ding met een class modaal. Nou, dan gaan we dus naar de CSS. En dan hebben we al die thumbs en hebben we de validatie. En dan gaan we hier het modaal opmaken. Ja, het is misschien wel prettig om af en toe daar een stukje CSS te schrijven die daar zo'n beetje bij kan. Nou, dan hebben we dus hier dus puntmodaal. Dat was de klas die hij heeft. Hè? Puntmodaal. Nou, ik wil hem helemaal laten uitstrekken over alles heen. Een beetje doorzichtig ding dat hij een beetje tegen de achtergrond staat. Dat doe ik dus door te zeggen position absolute. Position absolute. Dat betekent als er niks, als een parent, dat is in dit geval de body zelf, niet wordt genoemd, dan gaat hij in het venster daar neerzetten. Eigenlijk is dat niet zo'n goede keuze trouwens. Ga ik straks laten zien. Kan nog iets beter, maar we krijgen in het begin wel een resultaatje hoor. Dat kun je wel voorspellen. We zeggen hem top zetten we op bovenkant op 0. Voor de left zet het ook voor de zekerheid even op 0. Dan staat hij dus echt meteen in de linkerbovenhoek. En we geven hem een hoogte. En die hoogte is 100 VH. En de breedte, width, die is ook iets met de breedte van de viewport, dus 100 VW. En dan geven we natuurlijk een zichtbare achtergrond. Die moet een beetje transparant zijn. Background color,
Dat doen we dus ook zo'n beetje transparantie, we willen RGBA. Nou, de eerste zijn de RGB-waarden, die zijn zeg maar zwart. Dus 0,0, en dan 0,7, dan is het behoorlijk bedekkend nog. Goed, die slaan we op en kijken of dat dan ook te zien is. En we doen er niet zoveel bijzonders, die staat hier meteen al, we gooien even pagina voor vers en dan is die leeg. En als we op een elementje drukken, dan is die meteen met zijn modaal gevuld. We hebben nog geen modale inhoud, dat doen we in het volgende filmpje wel. Maar welke knop ik ook druk, het komt voor elkaar. Misschien kan je zelf zeggen, ik druk nog een knopje en nog een knopje. Maar dat wordt inderdaad op dit moment verhinderd door het modaal wat er bovenop ligt. Dat is allemaal goed ook eigenlijk.